Dames en heren, het is 19:30 geweest. Ik ben voornemens de vergadering te openen. Ik wens iedereen welkom, commissieleden, medewerkers, alle belangstellenden op de tribune en pers. En dan is hierbij de vergadering geopend. Dan kom ik bij punt 2, mededelingen. Hebben we die? We hebben geen mededelingen, dat schiet op. Punt 3, vaststelling van de agenda. Kunt u zich vinden in de voorliggende agenda of heeft u nog wijzigingen of aanvullingen? Niemand? Dan stellen we de agenda bij deze vast. Dan kom ik bij punt 4, het inspreekrecht. Daar heeft zich niemand voor gemeld. Dan gaan we naar punt 5, het vragenuurtje. En daar heeft zich voor gemeld over twee verschillende onderwerpen de heer Gilbert Mulder. En die geef ik het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb over twee onderwerpen vragen. De eerste gaat over BEC. En de vraag is, gezien de berichtgeving in de raadsvergadering van 18 juni en de daaropvolgende ontvangst van meldingen van stankoverlast, hebben wij nog de volgende vragen. In hoeverre de provincie als vergunningverlener acties uitvoert ter controle van de initiatiefnemer? Voert de provincie regelmatig metingen uit, bijvoorbeeld naar het schadelijke HTS? En 3, het bedrijf BEC communiceert met de gemeente, met de omgeving. De gemeente heeft hier, naar wij begrijpen, geen rechtstreekse rol in. Maar kan de gemeente vanwege de voortdurende onrust onder onze inwoners via haar eigen communicatiekanalen ook informeren? Mag het woord daar is een antwoord op. Ja, dankjewel. Het woord is aan wethouder Huizing. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van vraag 1 en 2, daar heeft uw raad, als het goed is, aan het eind van de middag nog een beantwoording gehad op vragen die door de PAK-fractie gesteld waren. Volgens mij staat daar het antwoord op deze vragen, staat dat er ook in. Ik kan ze kort gaan samenvatten, maar dan loop ik het risico dat ik de vraagstelling tekort doe. Ik weet niet of de heer Mulder zegt van nou, wat mij betreft is dat helder genoeg, die beantwoording, of die wil ik nog even kijken. Als hij nu een antwoord wil, dan wil ik een poging gaan wagen. Maar nogmaals, met het risico dat ik tekort door de bocht ga. En ik heb in ieder geval al gemerkt dat het van alle kanten, mede door de positie die we hebben als gemeente, een dossier is waar ieder woord zorgvuldig gewogen moet worden. Kunt u zich daarin vinden, meneer Mulder? Ik kan mij vinden in de beantwoording van deze vraag, zoals dat ook aan het PAK is gedaan. Mijn punt gaat met name ook over de derde vraag. Nou, de derde vraag die zit volgens mij in die beantwoording ook al. Ik heb daar zelf afgelopen week ook nog een overleg over gehad met de gedeputeerden. En ook de afspraak gemaakt dat wij allemaal vooral op onze eigen positie blijven zitten. En dat is de gemeente, of laat ik beginnen bij het bedrijf zelf. Het bedrijf is uiteindelijk de eerste verantwoordelijke. Het bedrijf is ook degene die de communicatie moet gaan doen. Daar kunnen we vooral op gaan aandringen dat goed gebeurt. Ik heb in ieder geval gezien dat na het laatste overleg waar we in de vorige vergadering nog over gesproken hebben, dat het bedrijf dat ook heeft opgepakt en bijvoorbeeld de verspreiding van informatie breder heeft uitgezet. In de tweede plaats is dat de provincie vanuit de vergunning verlenen en daarmee ook meteen toezicht houden en handhaven de rol. En wij meer als partij die het van belang vinden dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn en daar vooral bij de anderen op aandringen. Volgens mij, als wij gaan doen zoals u hier vraagt en onze eigen communicatiekanalen gaan inzetten, dan betekent dat dus meteen dat wij verder gaan dan onze eigen rol. En ik vraag me af of dat nou een hele verstandig is om als gemeente meer zijn dan alleen maar opkomer voor de belangen van de bewoners. En ook zelf actief aan informatieverspreiding te gaan doen. Volgens mij gaan we dan onze rol vermengen met die van anderen. En mijn advies zou dus zijn om dat vooral niet te gaan doen. Voldoende beantwoord, meneer Mulder, of heeft u nog?
Ik snap uw antwoord. Zo had ik het ook vooraf begrepen. Maar ik zou toch wel graag zien dat wij ook wat doen aan, dan noem het maar, passieve communicatie. Want voor de burger maakt dat niet zoveel uit of die nou een gemeente ziet of provincie of het bedrijf. Maar als hij nu op de website van de gemeente Coevorden of op Facebook informatie zoekt, dan is dat heel beperkt. En misschien kunt u over deze vorm wel iets in ieder geval melden dat, de burger klachten gewoon bij de provincie kwijt moet. En dat die actie moet nemen. En het proces wat u net toelichtte, dat u daar een melding over maakt. Dat zou ik toch wel voorstaan. Ja, hij zingt. Lijkt mij een heel goed voorstel, voorzitter, om dat op die manier te gaan oppakken. Volgens mij kunnen wij daar past dat heel goed bij de rol en komt dat ook weer tegemoet aan vragen die leveren onder onze inwoners. Goed, daar bent u tevreden mee, begrijp ik, meneer Mulder. En dan heeft u nog een onderwerp waar u wat vragen over wil stellen. Ja, het andere onderwerp waar ik vragen wil over stellen is, gaat over stikstofdepositie. De afdeling Raad van State heeft 29 mei uitgesproken dat de zogenaamde passystematiek niet meer mag worden toegepast. Dit betekent dat alle activiteiten die meer stikstofdepositie veroorzaken geen vergunning meer krijgen. Daar heb ik twee vragen bij. Kan worden aangegeven op welke nog niet vergunde projecten dit invloed heeft in onze gemeente? Heeft u een lijst met projecten? En daarbij gaat het ook om ontwikkeling van bedrijven die meer transportbewegingen aantrekken en zo meer stikstofdioxide uitstoten. En vraag 2. Momenteel werkt het Rijk, er zijn 3 ministers bij betrokken, aan een oplossing. Maar welke bijdrage kunnen wij als gemeente Coevorden leveren? Bijvoorbeeld een pleidooi voor verlaging van de maximumsnelheid op de A37. Of het meer stimuleren van vervoer over water of over spoor in plaats van over de weg. Zodat ons trimodale terminal misschien meer gebruikt gaat worden. Voor de beantwoording wederom de heer Huizing. Ja, het klopt. Dat uit de vraagstellingen blijkt al dat het de betreffende uitspraak eigenlijk ieder overheidsorgaan in Nederland niet alleen verrast heeft, maar ook aan het werk heeft gezet. We hebben dat beeld nog niet, op welke projecten dit invloed zou kunnen hebben. We hebben wel ook bijvoorbeeld overleg gehad al met de provincie. Die zijn ook druk aan het zoeken welke projecten bij hun dat van invloed zou kunnen zijn. Het kan overigens ook nog van invloed zijn op, want uw vraag ging over de niet vergunde projecten. Het kan ook nog van invloed zijn op vergunde projecten. Dus dat wordt allemaal in beeld gebracht. En tegelijkertijd geeft u inderdaad ook aan van ja, er wordt gewerkt aan een oplossing om te voorkomen dat we heel Nederland op slot zetten. Nou, dat overleg, ik weet niet welke bijdrage wij daaraan kunnen leveren. U geeft een aantal, of u doet een aantal suggesties. Nou, dat lijkt me vooral politieke suggesties. Waarbij, zeker als het gaat om de verlaging van de maximumsnelheid op de A37. Dus dat punt dat laat ik graag bij u als politiek, of u daar een signaal over wilt afgeven. Als het gaat om het stimuleren van vervoer per spoor, weet u dat wij, maar bijvoorbeeld ook de provincie Drenthe, ons al geruime tijd inzetten om vooral dat vervoer per spoor aantrekkelijker te gaan maken. Omdat wij ook geconstateerd hebben dat de concurrentiepositie van het spoor door de railheffing die er is toch al zwaarder belast wordt dan bijvoorbeeld het vervoer overweg. Dus daar zat onze inzet al op en die zullen wij, daar zullen we mee blijven doorgaan. Dan kwam de Huizing. Meneer Mulder, bent u tevreden of heeft u nog een opmerking? Ik heb nog even over de eerste vraag. U zegt, we hebben nog niet alle projecten in beeld waar dit speelt. Maar gaat u er wel een beeld van maken binnenkort? Wij gaan in eerste instantie vooral kijken welke grotere projecten het omgaan. En ik heb begrepen dat bijvoorbeeld voor de landbouw al gekeken gaat worden van welke oplossingen kunnen we daarvoor gaan vinden. En er is contact geweest over enkele individuele
casussen al met de provincie. Om te kijken welke ruimte we wel of niet hebben. En dat is eigenlijk meer de werkwijze die we nu voorstaan. Om dat niet meteen één overal beeld te gaan maken, maar gewoon even per casus. Om het ook vooral behapbaar te gaan maken. Dank u wel. Voldoende zo, meneer Mulder, beantwoord. Dank u wel. Dat waren de vragen van de heer Mulder. Twee onderwerpen. Dat waren de vragen van mensen die zich gemeld hebben. Verder, kijk even rond of nog niemand meer. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. Het raadsvoorstel afdeling ingekomen stukken. Ik stel voor dat ik ze allemaal even belangs ga, even benoem. En dan kijk ik wel even rond bij elk stuk of iemand een opmerking of een vraag erover heeft. 6A1, de briefraad ja verantwoording kinderopvang. Niemand? Dan gaan we naar 6A2. Briefraad inwonersinitiatief talentencentrum Koevoorden. De meneer Wilder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag complimenten geven voor de invulling van hetgeen wij hier gepresenteerd hebben gekregen in onze raad en hoe dit nu ook uitvoering gaat krijgen. Dus bij deze de complimenten. Dank u wel. Mevrouw Streur. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de vorige spreker. Wij vinden het ook een geweldig plan. Wel. Meneer Stoker. Voorzitter, zonder in herhaling te vallen, ook wij willen die complimenten delen. Ik denk toch dat ik de raad ook wil meedelen dat op 20 juni bij de open dag er een enthousiaste club vrijwilligers bezig was. En die hieraan vol trots, hij liep zo'n beetje trots als een pauw rond, met een enorme stapel aanmeldingen. Ik denk dat het gewoon een geweldig succes gaat worden. En vanuit onze kant ook steun voor wat er voor ligt. Oh. Verder niemand? Nee. Dan gaan we naar het volgende punt, 6A3, briefraad strategische agenda, focus en mijlpalen bij het bestuursprogramma. Mevrouw Katerberg. Dank u wel, voorzitter. Wij realiseren ons dat een concrete uitwerking van deze strategische agenda bij de begroting volgt. En we vinden het winst dat de zoektocht naar vorm en inhoud van deze agenda 4 portefeuille overstijgende thema's bevat. De motie die wij in november 2018 hebben ingediend had de bedoeling dat de college de raad met een planning in de gelegenheid stelt om ook haar controlerende en kaderstellende rol goed uit te kunnen oefenen. En wij vragen ons nog wel af hoe deze agenda daaraan bijdraagt. En dat willen we ook graag vragen aan de andere fracties. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want wij willen het eigenlijk wel agenderen voor de volgende commissievergadering. Dank u wel. Nog meer vragen? Help. Oh jee. Help. Dank u wel, voorzitter. Nou, niet zozeer een vraag, maar even ter aansluiting op wat mevrouw Katerberg vraagt. Ik kan me daar wel in vinden, dus wat mij betreft mag die inderdaad naar de volgende vergadering. Wil mijn bouwmeester nog reageren? Of gaan we het opschuiven naar de volgende vergadering? Als er verder geen opmerkingen vanuit uw commissie zijn, graag. Nee, wat mij betreft stelt het college het op prijs om deze strategische agenda ook inhoudelijk te behandelen op de volgende commissievergadering. Er is veel werk aan verzet in de eigen organisatie en het geldt alle portefeuilles, dus laten we dat vooral doen. Dank u wel voor uw reactie. Dan wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. Dan gaan we verder met 6A4. VNG jaarverslag, wie mag ik daarover het woord? Niemand, dan gaan we verder met 6A5. Drentse onderwijsmonitor, niemand. Dan gaan we naar 6B1, brief van de jongerenraad. En ik zal heel snel de juffer zijn hand opsteken. Ja, bedankt voorzitter. Niet zozeer omdat we een vraag hebben, maar omdat wij denken dat de suggestie heel mooi is. Dat door het verhangen van een paar bordjes eigenlijk een andere aanduiding, er veel meer mogelijkheden komen voor de jeugd met alle bijkomende voordelen. Dus wij willen deze brief en de suggesties van harte aanbevelen. Dank u wel. Verder meneer Nijmeijer. Ik
Dank u voorzitter. Ik kan me bij de heer Juffer aansluiten. Ook wij zien er wel wat in een sport. Algemeen komen er toch steeds meer nieuwe en andere sporten bij. En als dit erbij aan toe kan dragen dat de mensen meer gaan bewegen, is het alleen maar winst. Dank u. Goed, dank u wel voor de reactie. Ik denk niet dat het nodig is dat... Oh, kijk, nog even. Ja, dank u wel. Zonder inhaling te vallen, goed initiatief. We stellen ons alleen de enige vraag of het nog consequenties heeft, ondanks dat het een beperkt bedrag is, dat het van de speelvoorzieningenbeleid naar een sportbeleidvoorzieningen gaat. Maar als dat geen enkel probleem geeft, dan vinden we het een geweldig initiatief. Dankjewel. Wie mag ik denken, meneer Brink? Ja, zeker mag u mij daarvoor vragen. Wij vinden het uiteraard ook een mooi initiatief. Ten meer ook omdat het zeer gewaardeerd werd op de initiatievenavond. En dat dus ook al 10.000 euro ter beschikking heeft. En wij zullen samen met de initiatiefnemers kijken hoe we de verdere invulling vorm kunnen geven. Dank voor de reactie. Verder geen vragen meer, zie ik aanvullende vragen. Dan gaan we naar het volgende punt. Dat is de brief van de Continentiestichting Nederland. Kijk eens, er zijn nog vragen. Mevrouw Vissering. Ja, een hele korte vraag eigenlijk. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd waarom er geen reactie gekomen is op deze brief. Mevrouw Streur, eens even kijken. Mevrouw Streur, dan kan het in één keer misschien samengepakt worden. Mevrouw Streur, dezelfde vraag? Dezelfde vraag. Dezelfde vraag. Dan geef ik de portefeuillehouder. Oh, nog een vraag, sorry. De heer Juffer. Ja, in aanvulling erop... Er is weliswaar geen antwoord geweest, nog gaat het er nog komen en is er al een eventuele denkrichting bepaald naar aanleiding van of er al mee bezig is geweest? Oké, dank u wel. Ik denk, meneer Brink, denk ik, ik weet niet zeker hoor, de buurman mag het ook doen. Zal ik mij dan benoemen tot wethouder continentie? We hebben nog geen antwoord geformuleerd. En de denkrichting hebben we ook nog niet. Ja, goed, maar ik denk dat er ook gevraagd werd waarom er geen antwoord is en of dat nog gaat komen. Er zal een antwoord komen. We gaan wel een antwoord dichten. Ik denk nog even mevrouw Katerberg. Ja, wij vinden het wel belangrijk dat hier serieuze overwegingen worden gemaakt. Voor openbare toiletten of openbaar toegankelijke toiletten. Ja, dus wel graag echt serieus dichten. Ik denk dat de portefeuillehouder het serieus neemt. Dan gaan we verder, denk ik, met volgende. Nog? Nee, niemand. Heeft u nog mij bij deze vraag? Ja, dank u voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij mevrouw Kaderberg. Dat er toch in die richting is over nagedacht moet worden in verband met toerisme. Ik denk dat het een goede zaak is om toch eens na te kijken. Goed, ik denk dat de portefeuillehouder te harte neemt en daarnaast zal kijken. En, volgende punt. Sorry, dit nog toch wat te weten. Sorry. Nou ja, ik ben dan wel benieuwd wanneer wij daar een terugkoppeling over krijgen. Meneer Brink, wanneer wordt er teruggekoppeld over dit punt? Nou, het gaat natuurlijk niet alleen over gezondheid. Het gaat over meer dingen. Het gaat ook over de invulling van het centrum enzovoort. En dus we moeten echt even moeten kijken hoe we dit op een goede manier beantwoorden. Dat we daar ook echt even serieus naar kijken. En ik kan u zo niet zeggen op welke termijn, maar we zullen zorgen dat u daar wel een terugkoppeling van krijgt. Voor iedereen voldoende beantwoord nu? In dat geval gaan we naar punt 6b3. Klaagschrift, werkwijze, college. Mevrouw Driehuis. Nou, jeetje. Zonder verder op de inhoud in te gaan, zie ik wel in de brief staan dat er weer geen ontvangstbevestiging is ontvangen. Ik zou toch willen vragen om daar eens wat alerter op te zijn, want ik hoor dat vaker, dat mensen brieven sturen naar het college of naar de gemeente en dan gewoon geen ontvangstbevestiging krijgen. En dat vind ik toch een klein beetje slordig. Voor meneer Bouwmeester.
Dat denk ik wel. Als het over de systematiek van behandeling van ingekomen stukken gaat. Hangt er misschien een beetje vanaf hoe dit stuk inhoudelijk is beoordeeld al aan de voorkant. Dat wekt toch wel een beetje de indruk, al zeg ik het maar even grof. Dat deze brieven heel Nederland doorgaan en een beetje als een schot hagel worden rondgestuurd. Hoe serieus we dat hebben te nemen is dan vervolgens eigenlijk niet aan ons. Maar we hebben natuurlijk wel de afspraken te honoreren die we daarover intern hebben gemaakt. Dus een terecht punt van opmerking van hey, had toch op zijn minst even een ontvangstbevestiging heen gemoeten. Ik zou overigens wel aanbevelen dat u niet al te veel aandacht aan de inhoud van deze brief besteedt. Dank u wel. Meneer Hoedemaker, na dit antwoord nog geen behoefte meer. Andere mensen? Nee. Dan gaan we verder met het volgende punt. Dat is punt 7. Dat betreft de brief van het college betreffend onderzoeksrapport tariefdifferentiatie OZB. Wie zou daar... Het is op verzoek van de VVD, die heeft het aangekaart. Heeft u behoefte om te reageren? Want dan mag u als eerste, wat mij betreft, reageren hierop. Dank u wel. We hebben dat inderdaad aangevraagd om het als bespreekpunt op de agenda te zetten. Omdat wij naar aanleiding van de themaavond hebben gezien dat er eigenlijk één scenario is uitgewerkt in drie verschillende rekenmodellen. Waarbij vooral is gezocht naar de tariefdifferentiatie en eigenlijk een aansluiting bij de landelijke tarieven die gelden. En wat ons betreft is er eigenlijk een beetje voorbij gegaan aan, aan de inwoners. Hè, we hebben een bestuursprogramma ruimte om te doen. En die ruimte willen we graag zoeken. En die willen we ook graag vinden in de lastenverlichting. Dus wij hebben gevraagd aan... de organisatie om nog een ander scenario door te rekenen. En die is gemaild. Ik weet niet of iedereen die heeft gezien. Meneer Suur van het CDA heeft daar nog een aantal vragen over gesteld. En wat we eigenlijk hebben gevraagd is... wil je nou eens uitrekenen? Willen jullie uitrekenen hoe het eruit ziet als we het tarief voor de woningen naar beneden bijstellen? En niet het geheel afwentelen op een kleine groep. Ondernemers of in ieder geval eigenaren en gebruikers van niet-woningen die dan overblijven. En want wij vinden die afwenteling wel heel erg zwaar. En daar is eigenlijk een reactie op gekomen. Daar zie je ook in de rekensom dat er onderaan de streep natuurlijk een verschil overblijft. En daar zijn we mee bezig om te kijken op welke manier we daar een dekking voor kunnen vinden. Goed, dank u wel. Geen vraag aan de portefeuillehouder, begrijp ik nee. Uit uw verhaal. Nog, ja, nou ja, graag. Ik hoop dat hij mee helpt zoeken. Hij heeft goed geluisterd, dus ik denk dat hij al mee in de gang gaat. En ik denk dat er ook meer vragen nog komen over dit onderwerp. Ik zie de heer Holtis. Ja, dank u wel, voorzitter. In het verlengde van de buurvrouw. Wij als fractie hebben in het eerder stadium, want er is een bijeenkomst geweest, hebben we ook aangegeven dat we graag, al is het maar in eerste instantie de marktwaarde van 2018 door te laten rekenen. Datgene wat voor ons gebracht is bij de informatiebijeenkomst, was wel een heel duidelijk uitgangspunt. Maar de werkelijke cijfers, de variabelen, die zijn ons niet bekendgemaakt. Dus uiteindelijk is het een heel algemeen stuk geweest en hebben wij als fractie gezegd, voordat wij daar iets van kunnen vinden, willen we graag een optie 2 in dit geval doorbreken zien. Die vraag is ook uitgegaan naar het ambtelijk. Dus wij wachten dat eerst af, of voor ons daar überhaupt iets van te vinden. Wij neigen er wel waar om de niet-woningen wellicht wel iets zwaarder te belastingen als de woningbezitters. Maar dat zal ook mede afhankelijk zijn van het doorrekenen van de rapportage, waar wij als fractie eerst naar uitzien. Nou, dank u wel. Meneer Swiers, kunt u zeggen dat er is nog geen antwoord op, geloof ik, hè? Op dit, nou, een kort dag natuurlijk, maar ik denk dat je wel toezegging krijgt. Oh, meneer Bouwmeester. Ja, als verantwoordelijke voor de 213a-onderzoeken is het misschien wel goed om toch even in te kaderen. Want
Voor mij gebeurt er nu precies wat ook de meerwaarde van zo'n 213a-onderzoek kan zijn. Of welk onderwerp dan ook, maar dit gaat toevallig dan over het onderwerp uit de portefeuille van wethouder de Zwiers. Dat is prima. Maar wat we nu zien gebeuren is dat het daadwerkelijk kennelijk ook helpt bij het bijdragen aan de oordeelsvorming, politieke oordeelsvorming van uw raad over een onderwerp waarvan het college heeft aangekondigd. Let wel, u mag van ons verwachten dat we in het kader van de begrotingsvoorbereiding, als we het hebben over de dekkingskant van de begroting, met voorstellen over hoe we met de resultaten van dit onderzoek denken te kunnen omgaan. En als u behoefte heeft om vragen te stellen over datgene wat u hier is aangereikt, ter kennis aan, want het onderzoeksrapport dat is wat het is. En u benut het dankbaar, en dat is ook prima, want dat leidt alleen maar tot een verder begrip van hoe zitten die schuifjes op dit onderwerp dan tot onze beschikking en wat voor effecten heeft dat. Dus ik zou in uw richting willen zeggen, ga vooral door met dit soort zoektochten. En het is ook prima als u alvast een politieke schot voor de boeg geeft. Daar hoeft het college zich niet zo heel veel van aan te trekken, denk ik dan. Dat is vooral uw werk als raad. Als wij als college verder iets kunnen bijdragen, of als, zeg ik dan maar even voor, de heer Zwiers, op dit specifieke onderwerp nog wat extra's benodigd is, dan kunnen we daar natuurlijk opnieuw naar kijken. En dat heeft u ook al gehonoreerd gezien in de tussentijd. Dat zou mijn eerste reactie zijn, zeg maar even, voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat het even voldoende is. Ik moet even verder kijken. Meneer Hotties, wil je al even op ingaan? Antwoord wel in zoverre duidelijk. Alleen afgelopen week, na aanleiding van de informatiebijeenkomst, toch maar gemeente die vraag door te stellen als zijnde van, mogen we daar antwoord op? De cijfers 2018 zijn bekend. Heeft u dan enig inzicht wanneer we dat tegemoet kunnen zien? Dat kan de heer Zwiers misschien beter beantwoorden. Ik kan heel goed antwoorden, maar ik moet u het antwoord wel schuldig blijven. Want daar heb ik geen zicht op hoe die planning verloopt. Ik weet ook niet precies hoeveel vragen er al liggen en hoeveel doorrekeningen. Maar daar mag u een toch vrij snel antwoord wel op verwachten. Het is natuurlijk zo dat we tot aan die begrotingsbehandeling nog van alles kunnen doorrekenen met elkaar. Hè? Zoals de bouwmeester ook al aangaf. En het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat op het moment dat u daar een afslag op wil doen, dat u dan ook even kijkt van welke dekking gaan wij daar dan bij verzinnen. En het zal wat te gemakkelijk zijn om dan te zeggen, college zoek het maar even uit. Dus dan zullen wij, ik hoorde dat mevrouw Sieben ook niet zeggen. Dus dat is voor mij wel een geruststelling. Dank u wel. Het komt eraan, maar moet even afwachten. Niet te lange termijn. Meneer Nijmeijer. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij hebben ernaar gekeken en ook gediscussieerd. En als wij dan even doorkijken in de toekomst, dan is de vooruitzichten zijn wat rooskleurig voor de gemeente Koevorden, nou, op financieel gebied. Misschien dat er toch iets ruimte in zit. En bij ons leefde dan ook eigenlijk een andere vraag van hoe groot moet je reserve houden, zoveel liquiditeit. Hoe groot moet die zijn? Die vraag die koppelen wij daar eigenlijk ook bij aan. Dus, ik vind het wel een interessante zoektocht. Ja, ik vraag me af of solvabiliteit bij deze brief hoort. Ik denk het niet. Ik denk dat het beter kan bewaren voor vragen bij de kaderbrief. Verder heeft het college ook aangegeven dat het niet in zullen gaan verder op het voorstel, op dit onderzoek, dat de zoektocht is voor raadsleden. Natuurlijk, als het boven tafel komt, dat zullen ze mee kunnen nemen als ze wat aan hebben. Dus ik denk over die solvabiliteit, dat u op dit moment denk ik niet, op dit moment bij dit agendapunt antwoord krijgt. Verder, meneer Dorgelo. Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben dat uiteraard ook in onze fractie besproken. De berekening zoals de VVD hem opgesteld heeft, hebben wij uiteraard daarna ook gelezen. En is interessant, maar wij wachten verdere berekeningen zeker graag af. Wij zitten wel met name toch wel te kijken naar een scenario die toch wat meer richting 2 gaat. Dus wij juichen wel toe dat de woningeigenaren dat die de lasten zien dalen. In de scenario's 2 en 3 zie je met name dat de ondernemers, of in ieder geval de agrariërs en ook de mensen die een pand in eigen beheer hebben, dat die zwaarder belast worden.
En wat wij ons wel afvragen is, en dat willen we ook gewoon meegeven, welke gevolgen heeft dat? Ik kan me ook voorstellen dat er een groep mensen is die wellicht een pand in bezit heeft met een forse waarde, maar die als je kijkt naar puur naar het inkomen, dat die wat lastiger de eindjes aan elkaar kan knopen. En je ziet in scenario 2 en 3 dat die mensen op basis van een pand zwaarder belast worden. En dat is toch een scenario wat wij wel vraagtekens bij hebben. En willen dan ook het college vragen om welke denkrichting ziet het college om eventueel een groep mensen ook te kunnen compenseren of eventueel daar maatregelen voor te nemen. Ik denk dat we nog geen antwoord krijgen, maar ik geef toch even de eerste reactie. Nee, dat klopt, voorzitter. Maar dat had de vraagsteller denk ik ook niet helemaal verwacht. Want het ligt hier toch echt even op uw bordje om uw vragen en bedenkingen even te formuleren. En vooral ook dat onderzoek even te doen en ook zelf even aan te geven welke doorrekeningen u verlangt. En de bouwmeester heeft het net ook al geduid, dat is ook even de bedoeling van dit document. Wij zijn blij als u daar... Nou, ik zal niet zeggen massaal, maar dat u daar toch wel gebruik van maakt van die uitnodiging. En zo is die ook eigenlijk bedoeld en ook gesteld. Dus denkrichtingen wat ons betreft, dit is het advies wat er ligt, dit is wat het is. Wij zijn ook in afwachting van uw commentaar en uw vragen. Dank voor uw reactie. Kijk even naar de overzijde. Meneer Suur. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik dacht even dat ik bij een andere vergadering zat. Want ja, solvabiliteit heeft het wel degelijk mee te maken. Als je minder opbrengsten hier uithaalt, zul je dat toch op een andere manier moeten dekken. En dek je het niet, ja, dan gaat het ten laste van de algemene reserve. En dan gaat de solvabiliteit misschien wel een beetje omlaag of wat meer omlaag. De burgemeester had het over politiek schot voor de boeg, maar daar hoeven we ons niks van aan te trekken. Ik lees in de brief ergens iets over afhankelijk van de opinie die rond dit rapport in de komende periode wordt gevormd, presenteren wij, het college, bij de samenstelling van de tarieven voor programmabegroting 2020 mogelijke scenario's voor de OZB in 2020. Dus volgens mij is het college wel degelijk benieuwd naar hoe wij erin zitten. Ja, en dan, maar ik heb het gevoel dat we vanavond daarin niet echt verder komen, want iedereen houdt een beetje de katen voor de borst. Er is een alternatief berekend. Nou, ik heb nog wel een paar vragen. Maar zou ik die er nu maar gewoon ingooien dan? Ik weet niet of u er antwoord op krijgt, maar stelt u ze maar. Okay. We zien bij de drie scenario's een klein voordeel voor de eigenaren van woningen. En een fors nadeel bij de bedrijfspanden en de agrarische bedrijven met woonhuizen. Eerder werd het idee geopperd van kunnen we sommige de gevolgen bij sommige groepen zouden we die kunnen dempen. Nou, net kwam het ook even naar voren in de bijdrage van de PvdA. Maar wij hebben begrepen ontbreken daarvoor de wettelijke mogelijkheden. En wij vragen ons af, kunt u dat bevestigen? Dus dat er geen aparte behandeling mogelijk is voor misschien wel extra benadeelde groepen. Goed, ik had ook de onderzoekers misschien wel aan tafel erbij verwacht. Maar ik heb nog een vraag die misschien daar meer over gaat. Maar goed, dat kan misschien altijd nog. Altijd nog, als de voorzitter het goed vindt. Ja. U heeft de vraag gesteld. Ik zag wel, wie is driftig schrijven, dus misschien krijgt u wat te horen. Nee, maar het is zo, als er wat technische vragen gesteld worden, zoals wettelijke zaken, dan hebben wij gelukkig op de publieke tribune op dit moment, hebben wij in ieder geval medewerkers zitten. En de commissie laat dat toe om die aan te laten schuiven. Dus als daar antwoord op gegeven kan worden, dan zou ik mevrouw Langeberg willen uitnodigen om even aan te schuiven. Ja, via de voorzitter. Ja. Voorzitter, mag dat? Oké, goed. Jazeker. Dat had u eerst moeten vragen eigenlijk, maar vooruit. Als antwoord op de vraag van welke wettelijke mogelijkheden zijn er. Vanuit de heffingsgrondslagen die er zijn voor de waswaarde en de verschillende belastingplichtigen is het inderdaad beoordelen van in welke mate is vanuit de wet
bepaalt welke belastingobjecten worden opgelegd en welke niet. En daar hebben we inderdaad wettelijke richtlijnen te volgen dat een object met een boswaarde in deze gemeente, dat die belastingplichtig is. En daar hebben we ook de landelijke taxatiekaarten voor, wat dan de boswaarde van een object is en in welke mate je daar dus de belastingplicht voor hebt. Er zijn panden vrijgesteld in de gemeente als het bijvoorbeeld gaat om kerken, maar dat zijn dan zo op hoofdlijnen wel de wettelijke kaders waar we mee van doen hebben. En als het gaat om compensatie, dan zijn de wettelijke mogelijkheden daartoe zeer beperkt. Ja. Mag ik de volgende vraag stellen? Doet u. Wij hebben het CULO, het wordt ook genoemd, het Centrum voor Onderzoek van Economie van de Lagere Overheden, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, ook het rapport voorgelegd. Nou, ze geven jullie in ieder geval een compliment, dus dat is mooi meegenomen, die wilde ik hier niet onvermeld laten. Maar ook constateren zij dat het gemiddeld betaald bedrag in Coevorden bij woningen relatief hoog is. Dat stond ook in het rapport. Blijkbaar is er in het verleden bewust voor gekozen om geen tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen toe te passen. Dus zijn de Coevorden de lasten gelegd bij de woningeigenaren en zijn ondernemers ontzien. Hebben jullie ook gekeken naar wat daar misschien de dieperliggende reden achter is? Er zijn nu nog 7 gemeentes in het land die niet differentiëren. Hebben jullie gekeken naar van wat er in de Coevorden in het verleden over is gezegd, waarom er niet is gedifferentieerd, niet eerder is gedifferentieerd? Mevrouw Langenberg. Vanuit het onderzoek hebben wij ons niet gericht op de vraag waarom de differentiatie niet eerder is toegepast. Oké, nou die lijkt me wel heel relevant om te weten van, geldt dat nog steeds? Is dat een bewuste keuze geweest? Is dat zo gegroeid? Zit daar iets achter? Maar goed, misschien dat dat nog een optie is om dat te proberen te achterhalen. Om te weten of de situatie gewijzigd is en of we daar nu iets anders over denken. Dat kan natuurlijk. Ja, die aanvulling kunnen we zeker meenemen. Goed. En ik heb er nog één. Ja, doe maar. Ja, ik had het al even over die 7 gemeentes, waar Coevorden dan één van is. Noorderveld en Borgerdoorn zijn 2 andere die in onze provincie liggen. Daarnaast zijn er dus nog 4. Maar ik kan hem ook nog wel even op papier aanreiken, de vraag. Wij zijn wel benieuwd hoe het zit met de gemiddelde betaalde OZB voor in die 4 gemeentes die dus ook niet differentiëren. Kijk, we zien dat Borgerdoorn hoger zit in het OZB-bedrag. Noorderveld zit lager, beide differentiëren ook niet. Wij vinden het wel relevant om die 4 gemeentes ook nog op een rijtje te hebben. Hoe het daar zit met de gemiddelde waarde. Zal ik nog wel even geleiden. Mevrouw Langenberg. Voor de gemeenten die nog geen tariefdifferentiatie toepassen, kunnen wij die berekeningen maken voor de gemiddelde boswaarde van woningen in ieder geval. Want die data is open. Dus daar kunnen wij een aanvulling doen op de berekeningen. Goed, is toegezegd, meneer Suur. Alle vragen zijn gesteld, neem ik aan. Ja, ik wil onze bijdrage ook wel aan de discussie leveren. Maar ja, ik voel eigenlijk dat het een beetje wordt verschoven naar de toekomst, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat we dan hier in de commissie daarover wel een afspraak moeten maken. Wil het college althans, wat gevraagd is, enige richting hebben om richting de begroting met voorstellen te komen? Of zit ik daar fout? Nee, daar hebt u wel een punt, Jezuur. Het is natuurlijk wel zo dat wij de informatie op enige wijze wel moeten kunnen verzamelen. Want als wij dat niet hebben, dan kunnen wij inderdaad ook geen rekening houden met de gevoelens van deze raad. Dus het zou ons wel wat waard zijn dat u die informatie ook wel met ons deelt, uiteraard. Maar ik neem aan dat de fracties ook in hun bijdrage in de kaderbrief daar een mening over mee kunnen geven. Ja, dat zou ook kunnen. Maar goed, dat is al over een week. En ik weet niet of dan de aanvullende berekeningen, de PvdA had het over, wij wachten nadere berekeningen af. Ja, ik weet niet of die dan allemaal zover zijn. Maar Sviers, die zit nog even te zwaaien. Ja, maar kijk, ik begrijp ook goed dat u, als het om politiek gaat, uw kaarten ook wellicht even nog voor de borst houdt, ook richting die begroting. Maar goed, wij zijn wel benieuwd naar een aantal zaken natuurlijk. En waar u dat wilt delen, en ja, dat is natuurlijk aan u. En ook alleen dan kunnen wij er iets mee. Duidelijk, denk ik. Vrijblijvend.
Nou, ik wil wel een schot voor de boeg doen, maar misschien zijn er ook nog vragen. Ja, mevrouw Driehuis, die had nog een vraag. Nou, niet zozeer een vraag, maar ik snap wel waar de heer Zuur naartoe wil. Is het dan iets om het in een commissievergadering nog eens op de agenda te zetten? Dat is een mogelijkheid. Om dan dat de raad dan meer hun visie op het stuk gaat geven, hoe ze erin zitten. En dat is in september, dus ik neem aan dat die berekeningen dan wel inmiddels daar zijn. Dus dat we deze brief ook door gaan schuiven naar de volgende commissievergadering in september. Lijkt u dat wat, meneer Holtis? Nou, even inhakend op wat meneer Zuur zegt, of het nou differentiatie is of geen differentiatie. Onze vraagstelling is ook gerelateerd aan de data. Die is gewoon openbaar. De cijfers 2018 zijn er. Dus ik kan natuurlijk niet zeggen dat het Excel-bestandje is. Maar volgens mij is dat heel snel door te rekenen wat optie 1, 2 en 3 doet. En dat ons daarmee een handreiking gedaan wordt. En dan is het de vraag, kunnen we daar nu heel snel mee schakelen? Of houden we het voor de borst richting de begroting? Dus vandaar ook mijn vraagstelling aan de portefeuillehouder van hoe lang laat dat op zich wachten? Want volgens mij, als het Excel-bestandje er is, en die zal er zijn, maar bij mijn aanslag had vorig jaar, is dat een kwestie van heel clichématig misschien, druk op de knop en het komt eruit. Precies. Nou ja, kijk, vragen lokken vragen uit. Antwoorden lokken weer nieuwe vragen uit. Dus ik zou u ook als raad de ruimte willen gunnen om tot een bepaald moment, wat u natuurlijk zelf kiest, om het weer ter behandeling op de agenda te zetten. En de tijd, daar gaat u zelf over, wat dat betreft. Maar ik zou niet zomaar vasthouden aan een hele strakke planning dan dat we dan in de eerste week van september alles binnen moeten hebben. U heeft ook straks reces, dus ik denk dat dat het ook niet helemaal nodig is, lijkt mij. Dus, maar ik begrijp wel dat het naar september door willen schrijven, als ik het eerst stuur nog even. Ja, het is natuurlijk ook vooral de vraag van wat het college van ons nodig heeft. En ja, het lijkt me niet dat in een begroting er 5 scenario's naar voren komen. Ik kan me voorstellen dat het college daar met 1 voorstel wil komen, die als het even kan ook enigszins een draagvlak heeft in deze raad. Dus ja, dan is het wel handig dat we met elkaar weten hoe we erin zitten, dat het college de knopen kan tellen en kan denken van nou, we gaan dit voorstel doen, we zoeken die route. Want het is niet alleen 2018 berekenen, er zitten ook vragen in als wat doen we met het areaal, houden we de verbinding vast, wat doen we met de opbrengsten, het scenario van de VVD, van in ieder geval die optie. Er zijn nog meer mogelijkheden nodig. Zelf hebben we al even gekeken naar een combinatie 1 en 2 bijvoorbeeld, om het wat te dempen bijvoorbeeld. Kijk, zo, het is wel handig denk ik dat het college weet waarmee ze wil komen bij de begroting. En dan lijkt mij het inderdaad agenderen in september. En dat dan wat minder de kaarten voor de borst worden gehouden en wel een richting wordt gegeven. Het lijkt mij dat het college dat helpt. Het voorkomt in ieder geval een hoop rekengedoe als de begroting wordt aangepast op zo'n soort dingen. Mevrouw Sieben. Dank u wel. Nou, we hebben het steeds over kaarten voor de borst houden, maar volgens mij heeft iedereen de mail gehad en de berekening en weet iedereen ongeveer wel waar wij naartoe willen. En ik denk ook niet dat het de bedoeling is dat wij nog aan het ambtelijk apparaat gaan vragen om nog een keer 100 scenario's door te gaan rekenen. Hè, waar we hier dan weer in een commissievergadering over gaan praten. Het zijn allemaal berekeningen, het is heel technisch. Dus ik snap wel dat we richting de begroting eigenlijk met 1 plan moeten komen. Maar ik stel voor dat we dan dat we wat scenario's, wie dat nog wil, krijgen. En dat we het bij de volgende commissievergadering gaan bespreken. Ja. Ja, ik denk ook, hoor ik links en rechts geluiden van de toch beste oplossing is dat dit voorstel of deze brief doorgeschoven wordt naar september, commissievergadering. En dat dat dan meer de fracties kunnen laten weten hoe ze erin staan, wat eventueel door het college meegenomen kan worden, wel of niet, moet zij weten, naar de begroting toe. Kun je zo vinden, Jens? Nee, uiteraard kan ik mij daarin vinden. Batterijtje, moet u mij eens even hebben. Uiteraard kan ik mij daarin vinden, maar goed, ik moet u toch ook eigenlijk even voorhouden dat de begroting natuurlijk niet alleen over
de OZB-tarieven gaat en over meer of minder opbrengst. We hebben met elkaar ook, denk ik, zowel oppositie als coalitie, we hebben ook ambities vanuit deze raad. Ik denk dat u zich ook best zult realiseren, dat hoef ik u niet te vertellen, dat er ook een integrale afweging plaatsvindt van de totale opbrengst of minder opbrengst of meer opbrengst in relatie tot die ambities. Dank u wel. Ik denk dat we hierbij kunnen laten en dat we deze brieven te agenderen voor de commissievergadering in september. Dan gaan we verder met het volgende punt. Punt 8, dat is voorstel van het seniorenconvent in zaken ontslag mevrouw Zwaan Albers als burgercommissielid. Ik neem aan dat daar geen vragen over zijn en dat het als bespreekpunt naar de volgende raadsvergadering gaat. Ja, dan gaan we naar punt 9. Dat mevrouw Katerberg. Ja, dank u voorzitter. Ik had als eerste even een opmerking bij dit stuk, want in het raadsvoorstel wordt gesproken van een kleinschalige school voor onderbouw van het VO. En daarmee wordt het SL College in Oosterhesselen tekort gedaan. Kinderen kunnen daar gewoon hun VMBO-diploma halen en ook een start met hun HAVO-opleiding. En dat dit in Oosterhesselen kan en ook op een goede manier gebeurt, dat weet ik, dat is een compliment waard. En dat maakt ook dat het voorstel dat wordt gedaan een goede is. Het is belangrijk dat deze onderwijsvoorziening blijft bestaan. De fractie van de CDA is het eens met het voorstel en ook om beide ontwikkelingen, BIEB en opwaardering, tegelijk aan te pakken. We gaan naar punt 11. Punt 11 is voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken bestemmingsplan Noord-Sleen, trailcenter Dorpstraat 19. En het voorgestelde besluit, dat is 1. Het bestemmingsplan Noord-Sleen, trailcenter Dorpstraat 19, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp dat er inzage heeft gelegen vast te stellen. En punt 2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Wie mag ik daarover het woord geven voor de vragenronde? Zo. Voorzitter, we vinden het prima voorstel. Bewonersinitiatieven zoals deze juicht onze fractie alleen maar toe. In dit voorstel komt versterking van het toerisme en dus de lokale economie en ook nog Koevorden beweegt allemaal samen. Dus een prima plan voor ons. En er zijn ook geen bezwaren geweest. Nog meer mensen voor de vragenronde? Ja, die zijn er inderdaad. Meneer Mulder. Ja, ik heb toch wel een vraag hierover. Naast dat ik zo even mijn mening erover zal zeggen. Maar er wordt ook iets genoemd over dat het geschikt zal zijn voor minder valide. Maar ik mis in het stuk even verder invulling daarvan. Ik zie bijvoorbeeld een plaatje van een toiletgebouw waar niet eens een minder valide toilet in zit. Dan denk ik, hoe wordt dat verder ingevuld? Kunt u daar iets over zeggen? Kan meneer Huizing daar iets over zeggen? Daar kan ongetwijfeld de initiatiefnemer zelf wat meer over gaan zeggen, maar ik kan dat niet vertellen wat hij daar concreet voor plannen heeft. Maar volgens mij, ik wil het voor u navragen, maar dat mag u zelf uiteraard ook doen. Want ik weet dat hij graag dit soort vragen ook beantwoordt. Goed, dat komt goed. U gaat het zelf vragen. Verder nog vragen? Meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik niet uit het voorstel kon halen, er zijn dan een aantal 10 camperplaatsen. Maar zijn die ook echt voor camperplaatsen zonder fiets? Ik kan mij voorstellen dat je niet speciaal naar die trail wil, maar al wil gebruiken, maar dat je als camper ook daar op andere manier gebruik van wil maken. En dat kan ik niet uit het voorstel aan. Weet meneer Huizing dat? Wat ik heb begrepen is dat daar geen voorwaarde aan vast zit dat iemand daar per se ook met zijn fiets op pad moet gaan. Maar dat gewoon iedereen terecht kan op de camperplaats. Ah, ik neem aan van het ondernemer uit dat het wel zo commercieel is dat je niet zegt, u heeft geen fiets bij u, dus u kon niet op de camperplaats staan. Dat is, ja. Verder nog vragen? Ter bespreking. Meneer Soppe is al geweest. Sorry, Tom. Meneer Bouwers.
Ja, zoals net ook gezegd, dit is een mooi initiatief en ook mooi voor de campers. Mooie uitbreiding voor de gemeente Coevorden. Goede zaak, succes ermee. Dat is mooi. Meneer Mulder. Ja, ik sluit me aan bij de vorige twee sprekers. Ik ben ook zeer content dat de spreker blijkbaar ons verkiezingsprogramma goed heeft gelezen. Er staan bijvoorbeeld camperplaatsen in. Maar toegankelijkheid is wel wat verder uitgewerkt dan in dit plan staat. Maar daar ga ik dus nog even met de ondernemer over van gedachten wisselen. Bijvoorbeeld ook, hoe kom je van de camperplaatsen in het toiletgebouw? Want er staat nu een drevelpaadje. Dat ik denk van ja, dat mag ook wel beter. Maar dat zal ik met hem opnemen. Dus, succes, vooral met deze ontwikkeling. Dank u wel. En volgens mij zijn camperplaatsen gewoon in het bestuursprogramma. Dus dat zit helemaal goed. Wie mag ik nog een... Mevrouw... Dat is zo'n ingewikkelde naam. Mevrouw Klein Gunneriek Penterman. Gaat u gaan. Dankjewel, voorzitter. Helemaal goed. Wij als fractie kunnen dit plan van de familie Wielens ook alleen maar toejuichen. Vorig jaar met het recreatiedag hebben we al een invulling gezien en ze hebben hem verder mooi uitgewerkt. Dus wij wensen hun veel succes en denken dat Coevorden weer iets mooier voor de toeristen en voor onszelf wordt, uiteraard. Dankjewel voor de positieve bijdrage. Verder nog? Meneer Bonkers? Nee, wij vinden het ook een mooi initiatief van de initiatiefnemer. Zo kunnen er weer meer mensen gebruik maken van onze mooie gemeente. En ik denk dat de invalide bijdrage, dat vast ook wel goed gaat komen. En mensen kunnen vast ook wel toegang krijgen tot het restaurant. Goed, dank u allen voor uw positieve bijdrage. Uit die bijdrage begrijp ik eigenlijk dat dit ook wel eens een hamerstuk kan worden. Zo niet, dan wil ik graag dat u erop reageert. Nee, dit wordt ook als hamerstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering. Hup, dank u. Het volgende agendapunt is punt 12. En dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken de kaderbrief 2020. Het voorgesteld besluit is de kaderbrief 2020 vast te stellen. 2a, het tarief voor de toeristenbelasting voor 2020 vast te stellen op €1,25 per persoon per nacht. 2b, de huidige verordening toeristenbelasting Coevorden 2019 ongewijzigd van kracht laten zijn in 2020. Dat is natuurlijk toch een omvangrijk stuk. Ik wil eigenlijk voorstellen om het even in stukjes te hakken en het per hoofdstuk te gaan behandelen. Dus dan krijgen we 4 hoofdstukken. Dat is inleiding en leeswijze, bestuurlijke hoofdlijnen, ontwikkeling, financiën en de uitgangspunten 2020. En dan beginnen we met het makkelijkste. Ik denk niet dat iemand daar iets op heeft en dat is de inleiding en leeswijzer. Ik denk niet dat iemand daar... We zijn nog helemaal klaar. Nu wel, mevrouw Katerberg, sorry. Ja, dat is eigenlijk als reactie ook op het raadsvoorstel over de toeristenbelasting. Zal ik die er dan nu maar vast in gooien? Hoe staat het met het eigen onderzoek differentiatie toeristenbelasting? We kunnen wel wachten op dat Drentse initiatief voor afstemming, maar die is momenteel ver te zoeken. Dus ook als je kijkt naar wat andere gemeentes doen, bijvoorbeeld dat de gemeente Assen een euro bij de toeristenbelasting opdoet. Dus hoe is het met ons eigen onderzoek? Meneer Siers. Nou, dat onderzoek dat hebben we wel gedaan, maar we hebben ons vervolgens geconformeerd in eerste instantie aan het Drentse onderzoek. Dus ja, met die cijfers zijn wij, met het onderzoek zijn wij verder nog niet naar buiten getreden. Dus we blijven aansluiten bij Drenthe? Nou ja, dat zou het voorstel kunnen zijn, zo ligt het er nu. Om aan te sluiten bij Drenthe, om dat onderzoek ook verder af te wachten. Maar dat zal een wat meer gedegen onderzoek zijn, is onze verwachting. Voldoende, dank u wel. Dat stond niet in de inleiding en leeswijze, maar het gaat toch door elkaar. We gaan maar verder met de bestuurlijke hoofdlijnen. Als jullie het uit elkaar kunnen houden, hoor, als er andere vragen. Het is een beetje moeilijk, jullie misschien gerekend van één pakket. Dus voor de draad ermee, wie mag ik doen? Mevrouw Sieben. Dank u wel, voorzitter. Ik ben bij bestuurlijke hoofdlijnen, toch? Ja. Jullie noemen 4 thema's als prioriteiten en er staat een 1, een 2, een 3 en een 4 voor. Ik vroeg mij af of daar nog
prioriteit in zit, in het lijstje. Precies. Zal ik antwoorden? Ik vind het prima als er een antwoord komt, mag u dit ook doen. Ze hebben alle vier even grote prioriteit. Dat is geweldig. Volgende vraag. Wie mag over... Had u nog een vraag, mevrouw Siebe? Of nee, voldoende man. Meneer Hotties. Pagina 7, daar wordt gesproken over een regiesysteem. Een integrale werkwijze moet ondersteunen. Het doel is het sneller handelen ter voorkoming van complexere gevallen en escalatie in de jeugdzorg. Wij vinden als fractie het een beetje een abstracte beschrijving. En vragen eigenlijk de wethouder een meer concretere toelichting te geven. Met een wat meer makkelijker te begrijpen zinsnede. Maar ik vind hem lastig te plaatsen. De heer Brink. Ja, voorzitter. Ik begreep de opmerking. Maar de kaderbrief is ook compact en richtinggevend. Het lijkt me handig als we het regiesysteem, zodra die goed in functie is, op een themaavond aan u te demonstreren. Dan ziet u hem ook live in beeld. Dank u. Kunt u zich erin vinden? Ja. Vragen? Mevrouw Katenberg. Ja, dat sluit hierop aan. Hè, over de inkoop van de jeugdhulp ook. Er wordt ingezet op naar voren brengen van kennis en ervaring in de zorgketen. En die ontwikkeling ondersteunen wij van harte. Maar wij missen hier wel opnieuw de samenwerking met het onderwijs. Dus dat geluid laten we alvast klinken. Een vraag bij dit deel. En dat sluit heel erg aan bij wat meneer Holtjes net zegt. Wat houdt het maken van contractuele afspraken met jeugdhulpaanbieders over een effectieve financiële risicoverdeling tussen aanbieders en gemeenten in? Zo. Dat houdt precies in, voorzitter, wat er al staat. En dat is namelijk dat waar wij nou op zoek zijn, is eigenlijk zo'n manier. Je merkt dat nu het risico ligt volledig bij ons als gemeente. En waar wij samen met de aanbieders van de jeugdzorg naar op zoek zijn, is een manier waarop dat risico niet meer volledig bij ons als gemeente komt te liggen, maar waarbij die in ieder geval voor een deel ook door de aanbieders gedragen wordt. En daar zijn inmiddels ook wat voorstellen voor die besproken worden met de aanbieders. En we merken ook dat aanbieders daar zeker open voor staan. En wat uw eerste opmerking betreft, het onderwijs. Ja, de inkoop van jeugdhulp doen we uiteraard niet bij onderwijs. Neemt niet weg, en daar hebben we het uiteraard al vaker over gehad, dat onderwijs wel een hele belangrijke partij is als het gaat bijvoorbeeld om signalering van jeugdhulp. Dus dat die opmerking terecht is, alleen dat het hier niet staat, dat heeft ermee te maken dat dit echt puur op inkoop gericht is. Voldoende beantwoord, ja. Wie maakt de Holtjes? Ik had nog één ontdekt. Pagina 7, dezelfde pagina dus. Daar wordt gesproken over voorkomen van stijgingen in de WMO-kosten. De nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen worden bekeken om gezonder ouder te worden. Een en ander gebeurt er iets in de regio-deal. De fractie vraagt ons af, kan de wethouder iets zeggen over de te verwachten periode van de inspanningen, de kosten en de te verwachten resultaten de komende jaren? Kan wethouder Brink dat? Een inschatting is wat dat betreft best wel moeilijk. Op dit moment zijn er concrete plannen die de uitvoering in kunnen. Voor wat betreft de integrale ouderenzorg. Dat is het concept wat we samen opwerken met de Drentse huisartsenvereniging. Die ook elders in Drenthe ingevoerd wordt. Waarbij het gezond ouder worden natuurlijk ook altijd weer in combinatie met wonen wordt gezien. Dat is ook het mooie van de regio-deal. Daar kunnen we wat crossovers maken. De termijn wanneer u de uitvoering kunt verwachten, dat is toch zeker dit jaar nog. Dan worden de concrete activiteiten uitgevoerd. De resultaten kan ik u nu zo nog niet zeggen wanneer die er zijn. Want gezond ouder worden heeft ook een periode van monitoring nodig en een periode van bijsturing nodig. En zeker de ouderenzorg als kwetsbare groep is onderdeel van het Shared Savings project. Dat is een best lastig project. Daar vindt de verzekeraar van dat er op hele korte termijn goede resultaten gehaald kunnen worden.
En dat daar ook besparingen op ziektekosten behaald kunnen worden. En daar moet u denken in de termen van 3 tot 4 jaar... dat er echte concrete resultaten, besparingen en dus ook langer gezond leven bereikt wordt. Dat is wat ik u er nu van kan zeggen. Maar de monitoring kunnen we natuurlijk goed volgen. De zorgverzekeraar monitort met effectenrapportages. Voor mij zijn die openbaar, die zijn buitengewoon interessant om eens naar te kijken. Maar als we bijvoorbeeld naar deze doelgroep kijken en we zouden aan individuele valpreventie kunnen doen, kunnen we ook heel snel uitrekenen hoeveel heupoperaties dat bespaart en waarschijnlijk ook hoeveel huishoudelijke hulp dat bespaart. En dus zo moeten we daar ook naar kijken, hè, want u leest ook steeds in het stuk, wij moeten onze kosten een beetje beheersen. En samen met de verzekeraar proberen we juist bij die doelgroep ouderen snelle resultaten te halen. Dank u wel. Voldoende, meneer Holtis. Ja. Bestuurlijke hoofdlijnen, mevrouw Sieben. Dank u wel. Ik vroeg dat net natuurlijk niet voor niks van die prioriteit. Ik had graag aantrekkelijk koevoorde bovenaan het lijstje gehad, in plaats van voorkomen. Ik zie onder aantrekkelijk koevoorde worden een aantal zaken genoemd. Economie, wonen, recreatie, programma binnenstad. En eigenlijk wordt er overal op voortgeborduurd van visies die al een tijdje liggen. En ik vraag me eigenlijk af of we die ook een keer nog eens opnieuw gaan bekijken. We hebben het daar met meneer Zwiers al eens een keer over gehad. En sommige visies komen al uit 2016 of 2017. Dus ik vraag me af hoe dynamisch dat blijft. Meneer Zwiers. Nou, om even naar de economische visie te kijken, die is natuurlijk wel wat jonger. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen met betrekking tot de steekzone, want die worden, voor een belangrijk deel wordt dat programma geactualiseerd en meegenomen in de regio-deal. Als het om de woonvisie gaat, daar heeft u natuurlijk wel een punt. Dat is al wat langer geleden, voor mij 2017 doe ik even uit mijn hoofd, is dat vastgesteld. Ik denk dat het belangrijk is dat we nu met elkaar gaan kijken of we die beleidsterreinen wat meer zouden kunnen combineren. Als het om aantrekkelijk koevoorde gaat. Daar hebben we het ook inderdaad over gehad. Maar ik heb dat ook inmiddels ter sprake gebracht bij zeg maar de pijler wonen in de regio-deal. En we hebben dat ook al gedaan in de pijler werk. En dit zal ook gelden voor de pijler welzijn. Maar we zouden er goed aan doen om niet alleen onze eigen gemeente, maar onze regio veel beter te promoten en te verkopen, veel meer die aantrekkelijkheid te benadrukken. En dat is iets wat wel op ons programma staat. En u mag ervan uitgaan dat ik daarmee zeer sterk voor zal maken. Voldoende, mevrouw Zieden, ja. Nog vragen? Mevrouw Katerberg. Ja, ook op bladzijde 8. Die heroriëntatie op kunst en cultuur. En net als bij het jaarverslag blijven wij hier vragen over houden. Wat houdt deze heroriëntatie op nieuwe koers en basisaanbod in? En wanneer kunnen we resultaten van deze heroriëntatie verwachten? Meneer Huizing. De eerste resultaten daarvan kunt u in het najaar verwachten. En wat houdt die in? Dat houdt eigenlijk niet meer in dat wij eigenlijk aan het eind van de vorige bestuursperiode al de conclusie hebben getrokken dat de positie die wij aan het begin van die periode noodgedwongen hebben moeten innemen. En ook gebaseerd op het hele traject met inwoners wat toen gevoerd was in het daar alweer voorgaande collegeperiode. Dat daar uit naar voren kwam van ja, cultuur, daar kan het een tandje minder. En we hebben aan het eind van de vorige periode geconstateerd dat wij een heel bloeiend verenigingsleven hebben als het gaat om cultuur. Alleen dat ook de financiële positie, maar ook de stand van zaken binnen die culturele organisaties ons er wel toe noopt om eens te gaan kijken van waar zouden wij als overheid nog wel een toegevoegde waarde kunnen hebben. Oftewel waar kan de sector of waar kunnen de verenigingen het niet zelf. En daar, dat is het onderwerp waarin de gesprekken die hierover gevoerd worden, waarnaar gekeken wordt. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot onze nieuwe oriëntatie op het gebied van cultuur. Dank u wel. Voldoende beantwoord, mevrouw. Verder nog vragen over de bestuurlijke hoofdlijnen? Nee.
Dan zou ik willen vragen ontwikkeling financiën, of daar vragen over zijn, het hoofdstuk. Mevrouw Sieben. Ja, ik heb daar een vraag over, dank u wel. Ik heb hem even naast de actualisatie meerjarenperspectief heb ik naast 2019 gelegd. En het zijn wel echt hele grote verschillen. En ik zal geen technische vraag stellen. En ik heb een vermoeden wel waar het vandaan komt. Maar ik zou toch wel graag een globaal antwoord daarop krijgen. Waar die enorme verschillen vandaan komen. Heeft meneer Swiers een globaal antwoord paraat? Welke bladzijde hebben we het over? Ik zit op bladzijde 10. En in het meerjarenperspectief 2019 zijn de saldo's van de kaderbrief zijn in de plus en hier allemaal in de min. Ik weet niet helemaal hoe dat technisch zit, maar mijn grote vermoeden is dat dat wel door de circulaires komt, door de accrijontwikkeling. Dat heeft u waarschijnlijk dan ook wel kunnen zien, dat daar de grote verschillen in optreden. Dat is waar we mee moeten doen, trap op trap af de ontwikkelingen die daar aangekomen zijn. Is dat voldoende? Nou goed, heeft het ook nog met de ambities te maken die erin verwerkt zijn? Nou, u heeft kunnen lezen dat een aantal zaken in ieder geval al meegenomen zijn. En dat staat ook zo beschreven. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar het is wel het gebruik dat zaken die voor ons zeker zijn, dat we die al meenemen in het saldo wat onderaan de streep staat. En die wisten we natuurlijk vorige keer nog niet. Dank u voor het antwoord, mevrouw Sieben. Is het een beetje duidelijk? Nog vragen? Ontwikkeling financiën? Niemand? Meneer Hoedemaker, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot de ontwikkeling bijdrage verbonden partijen kan ik de ontwikkeling met betrekking tot de bijdrage aan het recreatieschap volgen. Met betrekking tot de RUD en de VRD niet. En ik krijg het vermoeden dat die met betrekking tot de GGD absoluut niet klopt. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Maar kunt u me dat toelichten? En dat kan ook schriftelijk. Meneer Swiers. Nou, ik kijk ook even naar rechts. Maar ik denk dat dat een schriftelijk antwoord zal worden. Ja. Het hoe en waarom van die verbonden partijen. Krijgt u schriftelijk beantwoording op, mevrouw Katerberg. De eikenprocessierups. Hij rukt steeds verder op en de gemeente heeft de wettelijke zorgplicht en het aantal meldingen neemt sterk toe. De kosten in 2018 waren 104.000. En hoe zit het dan met dat structurele bedrag van 100.000 euro wat nu genoteerd staat? Meneer Siers, kunt u daar antwoord op geven? Nou, ik denk niet dat ik dat het gaat allemaal wel over geld, maar, ja, op de inhoud denk ik dat ik deze maar doorspeel aan de heer Huizing. Meneer Huizing, ga de gang. Dank u, voorzitter. Ja, wat wij gemeend hebben is, omdat wij inderdaad de ontwikkeling over de afgelopen jaren hebben gezien in de kosten, dat als het gaat om een bedrag van, wat mevrouw Katerberg al aangaf, van 104.000 euro... dan kun je dat niet meer steeds aan uw raad gaan rapporteren als overschrijding. Dan moet je gewoon ook het meteen gaan opnemen in de begroting als post. Als je inderdaad kijkt naar hoe groot de overlast is en wat de kosten zijn die samenhangen, als je hetzelfde regime als wij de afgelopen jaren hebben gedaan met preventie, maar vooral dan ook met bestrijding zou gaan toepassen, zouden we in ieder geval veel hoger gaan uitkomen. Alleen we hebben wel gezegd van nou, het lijkt ons goed om dit bedrag nu te gaan opnemen. Maar wel in de loop van het jaar ook eens te komen met het opstellen van een beleid van hoe moeten we hier nou in de toekomst mee omgaan met deze eikenprocessierups. Wat moeten wij gaan doen aan nog meer dan we nu al doen aan preventie. En wat is reëel, wat mogen mensen van ons verwachten. En u, de discussie is niet alleen in onze gemeente natuurlijk, is in
bijna heel Nederland, zou ik willen zeggen. Het ministerie bemoeit zich er inmiddels ook mee. Dus ik denk dat we met z'n allen misschien wel naar een nieuwe norm toe moeten voor wat we accepteren. En ondertussen gewoon vooral op preventie moeten gaan inzetten. Maar hoe dat precies er moet gaan uitzien, dat zult u ook zien in dat beleid dat ergens in de loop van het jaar nog komt. Ja, dank u wel. Ik voelde eigenlijk, ik bedoelde, eigenlijk is 100.000 wel genoeg op de begroting, omdat er al overschrijding was naar 104. Het zou wel wat... Ja, kijk, 100 of 104, volgens mij zit hem daar het verschil uiteindelijk niet in. Alleen, ik proefde de vraag ook meer van, ja, als we nou zien dat het 104 was, en als we kijken naar de enorme hoeveelheid meldingen en de enorme overlast die we dit jaar hebben, moeten we dan niet aan veel meer denken? Nou, volgens mij was dat mijn antwoord ook van ja, dat als we het zo zouden voortzetten, zou het veel meer gaan worden. We wachten het af. Dank u wel voor uw uitleg. Mevrouw Jaspers. Dank u wel. Bij Gezond in de Stad wordt het 1000-dagen-programma genoemd. Er is gebleken dat dit een heel effectief programma is en wat gaan wij hiermee doen? Is dat meneer Huizing? Ja. Wij gaan dit programma uitvoeren. Meneer Brink. Dat is het antwoord. Ja. Ja, ik wilde wel een gedicht bij opzetten. Nee, ik vind het kort en krachtig. Ik vind het helemaal goed. Mevrouw Jaspers, bent u daar tevreden mee? Ja, kort en krachtig. We gaan door met de volgende vraag. Als die er zijn. Zo niet. Dan ontwikkeling financiën, die hebben we dan ook gehad. Uitgangspunten heeft... Sorry, over het hoofd gezien. Elke keer, hè. Maar meneer Goedemaker, ik maak het goed. U bent aan boord. Dank u wel. In het verloop van de algemene reserve wordt aangegeven dat er 2 miljoen toegevoegd wordt aan de middelenreserve sociaal domein. Waarom niet aan de algemene reserve? Deze is misschien wel voor meneer Suiers. 22, denkt meneer Hoedemaker. Volgens mij is dat de vrijval van sociaal domein. Die hebben wij eerder opgenomen en die hebben we nu vrij laten vallen, omdat die reserve niet meer nodig was. Dat is duidelijk, meneer Hoedemaker. Kunt u zich geen vinden? Of? Helemaal? Nou, hartstikke goed. Dan kijk ik even rond of er nog meer vragen zijn. Nee, ook niet over de andere uitgangspunten 2020-2023 en... De afsluiting, denk ik, ook niet. De hotties? Ja, als we alle pagina's gehad hebben, dan heb ik nog één algemene. En dan refereer ik aan het financiële jaarverslag. Destijds heb ik aangegeven dat onze fractie van mening is dat er meer zicht moet komen op de economische effecten van de positieve economische ontwikkeling op het domein van actief voor werk. En wij vragen onze fractie af, zijn nog steeds dezelfde inspanningen nodig om de mensen te begeleiden of dalen de inspanningen nu mee... met de daling van het aantal begeleidende mensen, hetgeen aannemelijk is gezien de cijfers. En wij vragen de portefeuillehouders dus nogmaals hoe wij hier zicht op kunnen krijgen. Want dat hebben we nu niet duidelijk in beeld. Meneer Brink. Nou lijkt het ook niet dat u altijd helemaal zicht zou willen hebben op hoe de bedrijfsvoering hier met dit soort vraagstukken omgaat. Maar ik begreep uw vraag en die heb ik de vorige keer ook gezegd. Die vraag ga ik u ook beantwoorden. Die heb ik nog niet, maar u krijgt wel een antwoord. Komt eraan, meneer. Dan is mij dat omgaan, destijds. Mijn dank. Mevrouw Katerberg, zie ik aan de hand opsteken. Ja, dat is nog een vraag met betrekking tot doorlopend beleid. En niet nu in een kaderbrief, maar wat zijn de beelden bij het stimuleringsfonds? Welke delen in stand laten? Hoe verder met wijk- en dorpenbudget? Welke hoogte van de bedragen hiervoor? Dus wanneer gaan we daar weer dus over in gesprek? Wie, heer Swiers of meneer Bouwmeester, wie mag ik daarover het woord geven? Over de dorpsbudgetten? Zou ik de vraag nog een keer kunnen herhalen? Nou, het gaat erom van hoe krijgt dat een vervolg en hoe gaan we daar inderdaad over verder?
Ja, nee, dan hoort je wel bij mij. Nee, dat is een goede vraag. Wij zijn op dit moment bezig vanuit het besef, die vraag is ook neergelegd, of die aankondiging is ook neergelegd bij de Vereniging van Plaatselijk Belang, onze partners. Dat we natuurlijk baat hebben bij de continuering enerzijds van het perspectief op beschikbare financiële middelen, niet anders dan men ook gewend was. En tegelijkertijd wel vanuit de notie die we hier ook eerder gedeeld hebben, dat we wel belang hebben bij het gezamenlijk tot overeenstemming komen over hoe we die doorontwikkeling voor ons zien, ook gehoor geven aan die aanbevelingen van buitenspel. Daar zullen we het gesprek over moeten voeren, zoals gezegd in gezamenlijkheid, en daar heeft uw raad natuurlijk ook een plek in. Dat is allemaal gepland voor dit najaar, om dat te starten, dus daar krijgt u nog bericht van. Dank u wel. Voldoende. Ik kijk nog een keer de kring rond of hier nog verder vragen over zijn. Nee. Dit stuk dat komt ongetwijfeld ter bespreking. Dus ik kijk even. Ga door. Ja, voorzitter, ik wil nog even terugkomen op de vraag over de toeristenbelasting van mevrouw Katerberg. Ik had het, laten we zeggen, bijna goed. We waren inderdaad met het onderzoek wel bezig en we hebben ook wel wat dingen gedaan en afgerond. Maar niet helemaal, omdat op dat moment ook de aankondiging kwam van het onderzoek van het recreatieschap Drenthe Breed. En vervolgens hebben wij, zonder het helemaal af te maken, daarbij aangesloten. Dat is de goede tekst. Dank u wel. Is het naam veranderd? Dank u wel. Dan ga ik verder met die kaderbrief. De kaderbrief wordt uiteraard besproken in de raadsvergadering. Als spreekpunt uiteraard. Heeft u verder nog behoefte om dit bespreking te doen? Of zegt u van nou, dat neem ik lekker mee in mijn bijdrage aan de kaderbrief? Dat kan ik me helemaal voorstellen natuurlijk. Niemand maakt gebruik nog van het woord. Dan houden we het hierbij en dan gaan we de kaderbrief behandelen volgende week in de raadsvergadering. Dan gaan we verder met punt 13. Vaststellen van het verslag van de commissie 11 juni 2019. Iemand die daar opmerkingen bij heeft? Niemand. Dan is dit verslag vastgesteld. En dan het laatste punt, de sluiting. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage. En we zijn lekker vroeg klaar. Geniet nog van deze avond. Wel thuis en tot volgende week bij de raadsvergadering.